Ja, vanavond ga ik dus vertellen over veerkracht door voeding. En eigenlijk bestaat het vanavond uit vier delen. Eerst ga ik vertellen wie ik ben en waarom ik hier sta. Want dat heeft wel een reden, waardoor ik hoop dat er bij jullie ook dingen herkend worden. En dan wordt het even doorbijten, want dan ga ik de theorie vertellen. Dat is eigenlijk het saaiste, maar ook het meest interessante stuk. Dan hebben we een pauze en die pauze is omdat ik jullie ga vragen om een app te downloaden. En ik weet niet of dat bij iedereen lukt, want sommigen weten hun code niet. Maar als er een stuk of 5 of 10 dat hebben kunnen doen, dan hebben we genoeg. En daarna gaan we oefenen. Want het wordt een interactieve avond, staat in de krant. Dus dan betekent dat ik ook van jullie wat inspanning verwacht. Ja, dat stond erin, dus... Ik heb de krant. Ja. Op de site stond dat niet. Nou, wie ben ik? Wie ben ik? Ik ben Geertje Boon en ik ben een deel van een eeneiige tweeling. Dat is heel erg belangrijk, zul je straks merken. En ik ben 62 jaar en vanaf mijn 4e heb ik op een kostschool gewoond. Van mijn 4e tot mijn 18e. En dan denk je, waarom is dat nou van belang om hier te vertellen? Dat is omdat dat mij als persoon gevormd heeft. En jullie zijn allemaal als persoon gevormd door het leven. Zeker de grijzen, die kunnen dat al iets meer vertellen. Maar dat is belangrijk voor hoe we straks omgaan met het verhaal wat ik hier vertel. En wat is er namelijk gebeurd op al die kostscholen? Dat is dat ik een hekel heb gekregen aan systemen. En aan mensen die zeiden hoe het moest. Want dan zei ik, ja, waarom moet dat dan? En dan zeiden ze, omdat het moet. En dacht ik, ja, ik wil een uitleg. En daar ben je als kind niet zo mee bezig. Maar later begrijp je dat dat jou gevormd heeft. Dus dat dat een stuk van jouw persoonlijkheid is geworden. En dat is voor mijn zus en mij heel erg belangrijk geweest. En we hebben in al die jaren in onze eigen wijsheid van alles en nog wat gedaan, maar één ding lukte ons niet en dat was onszelf gezond houden. Dat, wat we ook deden, we hebben alles gedaan wat we aan lijnen en aan, nou noem maar op wat er geweest is, of het nou Atkins is of, het maakt niet uit, eiwitpoederzakjes, noem maar op, het is ons niet gelukt en steeds meer kregen wij problemen. Alle twee ouderdomsvlekken. Ik had al staar op mijn 57ste, last van mijn knieën, last van mijn enkels. Ik had ouderdomsvlekken, een opgezwollen buik. Allemaal van die probleempjes waarvan je zegt, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar wat ik ook deed, wat wij ook deden, het lukte ons niet. En dat paste helemaal niet bij ons karakter. Uiteindelijk gingen we naar de huisarts en naar de diëtist. En het hielp niet. En zei, zie je wel, het heeft ook helemaal geen zin, je moet het toch zelf doen. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt bij mijn tweelingzus. En ze is na een korte ziekbed is ze overleden aan kanker. Dus jullie begrijpen dat ik een verbinding heb met deze doelgroep. Maar wat zei mijn zus 2 dagen voor haar dood? Ze zei, nou, je gaat in ieder geval stoppen met hard werken. Want het harde werken, dat heeft er ook wel iets mee te maken. En je gaat plezier voor 2 maken. Dus voor jou en voor mij, dat heb ik gedaan. En vooral Geertje... het moet afgelopen zijn, jij gaat maar eens uitzoeken waardoor het allemaal doorkomt. En dan mag je pas stoppen van me. Nou, ja, ik was nogal dol op mijn tweelingzus. En ik heb dat serieus opgepakt. Ik heb eerst 5 jaar heel veel plezier gemaakt. Maar die andere opdracht die bleef toch zaniken. En toen ging ik boeken lezen. Ik ging naar een symposium in Leiden. En daar was Rudy Westendorp, een geriater, en die zei 1 ding. Die zei, wij hebben in onze 100-jarige studie, hebben wij 1 ding gemerkt van al die 100-plussers. Ze hebben allemaal een gezonde stofwisseling. Een gezonde stofwisseling. Nou, dat is leuk. Maar wat is dat dan? Dat zei hij niet. En ik verder studeren op internet en toen las ik in een blaadje een verhaal van professor Frits Muskiet. En... die bleek op een symposium te spreken in Groningen, Ancestral Health Symposium Groningen 2015. En daar ging ik naartoe. Ik ging al de avond ervoor, want het begon 's ochtends om 8:30, dat zou ik nooit halen. En de volgende ochtend zat ik in het hotel waar iedereen zat die daar naartoe ging. En dan zat ik voor mijn gevoel tussen allemaal gekkies. Want ze aten 's ochtends vroeg al haringen, de gebakken eieren, de spek, alles vloog de pan uit. En ik dacht,
Nou ja, het zal wel. Maar ik ging dus wel heel erg geïnteresseerd ging ik naar dat symposium. En die dag heeft mijn leven veranderd. Zo simpel is het. Als er nou, ik denk niet dat ik dat bij jullie bereik, maar als er een paar van jullie vanavond denken van, jee, dit zet mij toch aan het denken. En ik denk toch dat ik hier wat mee kan doen. Dan zou ik dat fantastisch vinden. Ik heb daarna die lezingen geluisterd. Die staan allemaal op internet. Ik ga daar straks ook in mijn laatste sheet naar verwijzen. En ik heb ook een deel van een van de sprekers heb ik vanavond ook voor jullie bereid. Of meegenomen, omdat dat zo'n ongelooflijk belangrijke switch was in mijn denken over gezond te blijven. Nou, dat ben ik. Die ben ik. Dit is de persoon die voor jullie staat. Dan gaan we nu naar de sheets. Veerkracht door voeding. Ik ga jullie dus af en toe wat vragen, maar één ding vind ik belangrijk. Ik hoop dat jullie aan het eind van mijn verhaal begrijpen waarom het veerkracht door voeding heet. Dat je veerkrachtiger kunt worden. Als dat gelukt is, dan is het al heel wat. Goed, gedreven dus. Gedreven door een zoektocht naar antwoord op de vraag, wat is een gezonde stofwisseling? Dus ik heb het niet over afslanken, ik heb het niet over, nou, ik heb het echt over, wat is een gezonde stofwisseling? En ik ga jullie ook een andere kijk geven op wat dat dan inhoudt. Gezond blijven, gezond zijn, gezond worden. En dat is een andere invalshoek, een andere manier dan wij geleerd hebben. Dus jullie moeten ook een beetje bereid zijn om een beetje zo van, nou, zal dat wel zo zijn? Wie van jullie heeft trouwens gisteravond Dokters van Morgen gezien? Ja. Oké, nou, een deel van mijn verhaal gaat daar toevallig ook over. Dus ik dacht gisteren, zullen ze het nou voor mij gisteravond gezet hebben? Dat is een grapje. We begrijpen allemaal dat continu aanvallen zijn op ons lichaam. En dat is alleen al het ouder worden. Maar te weinig beweging, een verstoord dag-nachtritme met de computers en met de blauwe schermpjes. Langdurige stress. Er is hier een mevrouw. Waar zit je? Waar zit je met het boek? Kijk eens naar die mevrouw. Die gaat over een tijdje daar een lezing over geven. En ze heeft er zelfs een boek over geschreven. En ik had het gelezen in de krant, geloof ik. En ik vond het zo leuk dat jij er vanavond ook was. Dat is een heel belangrijk onderdeel, maar daar ga ik het dus niet over hebben vanavond. Daar zijn dus anderen voor. Ik ga het hebben over verkeerde voeding. Maar uiteindelijk kom ik toch op een heel leefstijlverhaal. Maar wat ik belangrijk vind is dat we met z'n allen begrijpen dat alles met elkaar verbonden is. He, dus het is niet van, er is één grote magic pill en dan als je dat doet dan ben je klaar. Nee, het heeft allemaal een relatie met elkaar. He, het is niks zelfstandig iets wat de oorzaak is. En dan kom ik nu op het technische verhaal. Even doorbijten. Ik hoop echt dat het overkomt. Want wat is mijn verhaal? Dat is dat er in ons lichaam eigenlijk drie grote systemen zijn die om energie vragen. En energie is gewoon het voedsel wat we naar binnen halen en wat in onze cellen wordt omgezet in energie om te leven, te bewegen. En die drie grote systemen, dat zijn de hersenen, het metabole systeem, dat betekent de stofwisseling. Dus alles wat nodig is, de stofwisseling, het lever, het hart, de darmen, de bloedvaten, dat is allemaal het metabolisch systeem en het immuunsysteem. Het immuunsysteem is een van oudsher, en dan praat ik over de oudheid, over 20, 30.000 jaar geleden, was het, nou ja, hoe lang geleden is de mensheid ontstaan, maar dat is het echt belangrijkste overlevingssysteem, want als je een bacterie niet kunt verwerken, ja, dan ga je dood. Dus als er een probleem is in je lichaam, dan neemt het immuunsysteem het voortouw. En dat voortouw nemen, dat kost juist heel veel energie. En als het immuunsysteem die energie gaat gebruiken, dan is er minder energie voor het metabolisch systeem en voor de hersenen. Dus het gaat allemaal weer om die balans tussen die drie systemen, de balans in je lijf. En dat immuunsysteem waar we allemaal eigenlijk nooit zoveel over gehoord hebben, daar blijkt een ontzettend belangrijke rol te spelen. En daar gaat mijn verhaal vanavond over. Ik zeg dat alle chronische aandoeningen
Of het nou is MS of depressie, Parkinson, dementie, diabetes 1, irritated bowel syndroom, dus dat op die opgezwollen buik, moe, je bloeddruk omhoog, nierfalen, hartvaatziekte. Het zijn allemaal metabole aandoeningen. Het zijn allemaal aandoeningen die te maken hebben met het feit dat het energie, dat de energie in je lichaam die je eet, dat die door het immuunsysteem voor een groot deel wordt weggekaapt en dat daardoor andere onderdelen in ons lichaam te weinig energie krijgen en daardoor verwaarloosd worden. En wat dat allemaal gaat betekenen, daar gaat mijn verhaaltje over. Dus ook kanker, wat eigenlijk vloek in de kerk is. Het genetische verhaal is een belangrijk deel, maar het epigenetische verhaal, zo heet dat, het hoe je in je leven staat en hoe je daarmee omgaat, is veel en veel en veel belangrijker. Dus het gaat om wat er na je geboorte, ook in je in de baarmoeder word je ook al van, krijg je ook al van alles, want als je een rokende moeder hebt, dan krijg je ook al een nadeel mee. Maar uiteindelijk is de manier waarop wij in het leven staan en met het leven omgaan, is veel bepalender, laten we zeggen 98% en 2% is uiteindelijk de genen. En wat is nou het specifieke van kankercellen? Wie van jullie heeft wel eens van de theorie van meneer Warburg gehoord? Nou, dat is... Ja? Nou, mooi. Dat is een meneer die leefde in de vorige eeuw. Klinkt heel ver geleden, maar wij leefden allemaal in de vorige eeuw. En in 1960 heeft hij een ontdekking gedaan in de 60e jaren, gelijktijdig met de ontdekking van het genetisch materiaal. En de hele medische wereld is doorgegaan op het verhaal van het genetisch materiaal, terwijl meneer Warburg met zijn theorie en zijn uitvinding eigenlijk net zoveel aandacht heeft verdiend. En nu, zoveel jaar later, krijgt hij die erkenning ook en wordt daar steeds meer onderzoek naar gedaan. In ieder geval is zijn bewering, kankercellen groeien op suiker, zijn daar ontzettend dol op. Maar om die suikers te maken, houden ze niet van zuurstof. Dus kankercellen fermenteren. Terwijl gezonde cellen, ik ga daar straks op verder hoor, gezonde cellen, die zijn juist dol op vet, die zijn dol op zuurstof en natuurlijk voldoende vitamine en materiaal en mineralen. Dus juist des te slechter we onszelf bedienen met ons lichaam, des te fijner vinden de zieke cellen dat, want daar leven zij weer van. Wat is, even kijken, heb ik er iets overgeslagen? Ja. Oh nee, deze heb ik, ja, hier kom ik met het fermenteren. Hoe kunnen we nou die kankercellen het leven het beste zuur maken? Dat is, waarom hongeren we ze niet uit? We kunnen ze wel allemaal kapot schieten met chemo, dat moeten we ook zeker doen. Ik ga hier even eerst trouwens een heel duidelijk statement maken. Het is niet zo dat ik zeg van, goh, je moet je niet laten behandelen, dat moet je vooral doen. Mijn verhaal is hier over, hoe kan je dan tijdens je behandeling zo veerkrachtig en zo gezond mogelijk al die aanvallen, want het is allemaal niet niks wat er op je lichaam afkomt. Hoe kan je daar het beste tegen weren? Daar gaat mijn verhaal over. Niet over, oh, ik ga wel even zorgen dat jullie alle chemokuren en et cetera opzij kunnen schrijven. Dat is niet de bedoeling. Daar heb ik het niet over. Maar, die meneer Warburg heeft toen al ontdekt, in 1964 om precies te zijn, dat als je ervoor zorgt dat de kankercellen weinig suiker krijgen en vooral veel zuurstof geven, dan kunnen ze de voeding niet fermenteren. En iedereen weet, als je zuurkool maakt of wat dan ook, wat doe je? Je stopt het goed dicht, zodat er geen zuurstof bij komt. En dat is eigenlijk het proces, dat fermenteren, waar die kankercel dol op is. Daar doet hij het voor. En ik ga dus mijn verhaaltje vertellen hoe we dit kunnen voorkomen. Mag ik nog even een vraag stellen? Ja. U vertelt een heel interessant verhaal. Kregen we dat nog? Zoals u ziet, sorry had ik moeten zeggen, dit is mijn zus en mijn zwager. Ja. En die zijn dit aan het filmen. En er komt een link op de site van de cirkel. Sorry, dat had ik moeten zeggen. Bedankt voor uw vraag, want dan is dat ook voor iedereen duidelijk. Anders zou het maar zonde zijn voor je energie om te luisteren. Nou, wat is nou van oorsprong ons lijf? Ons lijf is van oorsprong gericht op het omgaan met korte en hevige aanvallen. En dan geef ik als voorbeeld de griep en de leeuw. Dat zijn maar voorbeelden. De griep is
wat gebeurt als je griep krijgt? Nou, je denkt, ik voel me niet lekker, je krijgt hoofdpijn. Je gaat naar bed, want je hebt ook niet meer zo'n zin om te lopen. Heb je geen energie meer voor. Je hebt geen zin meer om te eten. En dan na een dag of twee, dan ga je je wat beter voelen. En dan duurt het toch wel een weekje voordat je weer helemaal opgeknapt bent. Nou, dit is nou typisch een voorbeeld van het immuunsysteem die het overneemt van het lichaam. He, dat is die koorts en dat is diegene die zegt tegen de spieren en tegen je maag-darmstelsel. Gaan jullie allemaal maar even helemaal niks doen, want ik heb alle energie nodig. Alles moet naar mij toe, want ik moet die bacterie overwinnen. Dat is dus die strijd tussen het metabole systeem, de hersenen. Want je krijgt ook koppijn, want je hebt echt koppijn bij griep. En het immuunsysteem. Het andere systeem wat wij in ons lijf hebben, maar waar ik het niet over ga hebben, terwijl het wel heel belangrijk is, dat is gewoon onze stressassen. En dat is als de leeuw binnenkomt. Ik kan jullie vertellen, als de leeuw binnenkomt in de kamer, dan is in één keer je adrenaline en je alles gaat in één keer woep. En dat legt ook echt je maag-darmstelsel stil, want daar heb je dan echt even geen tijd voor. Om een lekkere maaltijd te gaan eten als dit hele directe gevaar op je afkomt. Dit zijn twee voorbeelden hoe vanuit oeroude systemen ons lichaam in elkaar zit. En ons lichaam is 0,0001% anders dan 10.000 jaar geleden. Dus die systemen die werken nog zo. Maar nu, tegenwoordig, hebben we niet die kortdurende aanvallen. Maar we hebben juist hele langdurige aanvallen. Het eten wat we eten. Te weinig beweging, de luchtverontreiniging, noem maar op. Dat zijn allemaal aanvallen die elke keer weer op ons lichaam afkomen. Niet één keer, niet vijf keer, jarenlang gaat dat maar door. En dat immuunsysteem, dat is daar niet tegen bestand. Dat gaat dan iets heel raars doen. Dat gaat dan niet zoals bij de griep eventjes patsboom actief zijn en hup oplossen. Dat gaat dan op een laaggradige manier functioneren, want hij kan eigenlijk niet elke twee uur een aanval aan. Als we nu kijken hoe we nu eten en de grijze haren onder ons, ik zeg het maar, want ik ben er trots op. Zoals wij vroeger aten, was het drie keer per dag. Maar zoals er nu gegeten wordt, een koekje bij de koffie, 's middags ook nog eventjes iets, 's avonds na het eten ook nog even iets. Wat we aan chips en aan ook als je dat niet doet, aan stress binnenkrijgen, ik noem maar even op, je hoge hypotheek of je bent ziek geworden. En de stress die wij op ons afkrijgen, daar is het immuunsysteem niet voor gemaakt. En dat weet niet wat hij daarmee doen moet. En wat gebeurt er dan? Dan gaat dus die energievraag van dat immuunsysteem, dat gaat niet even heel hoog ontstoken, 50% bij de griep. Maar dat gaat matig, blijft die energie vragen. En dan moet je je echt heel erg bewust zijn dat dat langdurige en sluimerende actieve immuunsysteem, dat energie weghaalt van de andere systeem. Dat haalt energie weg van je hersenen en van je metabole systeem. En die worden dan verwaarloosd. Dat is een van de belangrijkste theorieën, maar er komt er nog een. Dat energie of dat immuunsysteem, wat gebeurt daar? We horen steeds meer over het belang van de darmen. De darmen is een van de belangrijkste barrières in ons lichaam. En de darmen die hebben een reactie als het immuunsysteem, als er ergens een infectie is, dan hebben ze tight junctions, zo heet dat, hebben ze hele kleine gleufjes in de darmen. En die gaan dan wijder open, want het immuunsysteem, omdat hij meer energie nodig heeft, moet er vanuit de darmen een heleboel glucose, zout en water naar binnen. En dan gaan die spleetjes in de darmen gaan wat meer open. En wat is dan het vervelende? Dan kunnen ook andere bacteriën mee naar binnen glippen, je bloedbaan in. Dus aan de ene kant is het een heel goed systeem, want huppakee, het energiesysteem krijgt voeding om zich te verweren. Maar aan de andere kant komt er andere problemen mee naar binnen. Nou, dan zit er achter die tight junction zit er een vetlaag. En die macrofagen die eten al die gevaarlijke bacteriën op.
Maar er is in onze maatschappij steeds meer ontwikkeling van bacteriën die die macrofagen niet aankunnen. Of omdat het er zoveel zijn dat ze die aankunnen. Dus eigenlijk zit je nu in een continu proces van elke keer weer een beetje opnieuw geïnfecteerd worden. Dat heet endotoxemie in de medische wereld. Maar het immuunsysteem is dus 24/7 aan het werk. Twee andere systemen krijgen een energietekort. En dat leidt tot verwaarlozing. Dus het belang van de darmen wil ik er nog even bij zeggen. Dit is een andere theorie en straks voeg ik ze samen. Dit was het verhaal wat ik, daar is het ook regelrecht uit gepikt hoor. Ik heb het gewoon van internet, omdat het daarop staat, uit de lezing gehaald. Dit is het verhaal van de fysioloog Peter Vossel, 2015, Ancestral Health in Groningen. Ik zat hiernaar te luisteren en ik dacht, dit ben ik. Wat zie je hier? Hier zie je vier jaren, 1970, 1986, 1999 en 2014, zijn 100 gezonde volwassenen van 30 jaar, is de bekende GTT bijgeprikt. Mensen van mijn leeftijd, ik zeg het weer, die vroeger bij de zwangerschap een beetje dik werden, die moesten dan zo'n suikerproef doen. En dan kreeg je een drankje en dan werd je een paar keer geprikt. En dan kreeg je daarna te horen of je zwangerschapsdiabetes was of niet. Deze mensen hebben allemaal dat drankje geslikt en die zijn dus na 30 minuten, na 60 minuten en na 120 minuten opnieuw geprikt om te kijken hoe dat suikergehalte in hun bloed ging. En eigenlijk zie je dat daar niet zoveel variatie in is. De rode, dat is heel grappig, want dat is 1986, die is wat hoger, maar de verschillen zijn niet zo groot en vooral belangrijk, ze komen ook weer op hetzelfde tijdstip uit. Op hetzelfde niveau uit. En wat belangrijk is dat we nu in Nederland, en niet alleen in Nederland, in heel Europa, prikken we alleen nog maar dit en dit. En dan zeggen we, oh, niks aan de hand met je suiker. Niks aan de hand, toch? Ik bedoel, het is goed. Maar wat er in de tussentijd gebeurd is, dat zien we niet meer. Dat hebben we op de een of andere manier uit ons systeem, uit ons onderzoekssysteem gehaald. En dit is waar het allemaal dan uiteindelijk op neerkomt. Dit is de insuline. En insuline, dat is, ja, ik zal wat slechte nieuws maar meteen vertellen, dat is wat jullie allemaal te veel hebben. Dat is waar we met z'n allen onder lijden. We zijn allemaal een beetje of meer insuline-resistent geworden. En deze mensen, dit zijn dus dezelfde groepen, 30-jarigen in 1970, 1986, 1999 en 2014. En wat blijkt? Insuline maakt het lichaam aan om te zorgen dat het bloedsuiker in je bloed omlaag gaat. Maar wij blijken dus, niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld, steeds meer insuline nodig te hebben. Dit zijn 30-jarigen, hè? Wij zijn het dubbele. Steeds meer insuline nodig te hebben om dat bloedglucosecijfer, wat ik jullie net liet zien, om dat omlaag te krijgen. En des te meer insuline je nodig hebt, des te zieker je bent. Ook al weet je nog helemaal van niks, want je bloedsuiker is goed. Ik heb ook een tijd, 's ochtends mijn bloedsuiker geprikt, ik dacht niks aan de hand. En ik was daar in Groningen en ik dacht, dit is mijn verhaal. En ik heb inderdaad zo'n suikertest laten doen in het ziekenhuis. En ik zat hier nog boven, ik zat hier. En als je de 1200 aanreikt, dan ben je diabetes. En ik zat op 1090 of zoiets. Een jaar later, toen ik mijn eten aanzienlijk veranderd had, zat ik hier. En daar ben ik dus heel erg blij mee, want daarmee heb ik voor mezelf, daarmee heb ik mezelf een heel groot cadeau gegeven. Maar nu, nog 2 jaar later, nu begrijp ik pas hoe het echt werkt. Dat geldt alleen maar voor type 2, hè? Geldt alleen voor type 2, ja. Maar waar het om gaat, is dat we met z'n allen in Nederland een veel te hoog insulinegehalte in ons bloed hebben. En nu kom ik weer terug op die andere kijk op gezondheid. Want hoe kijken wij nou anders, de mensen die zich bezighouden met de evolutionaire geneeskunde? Ik weet niet of dit ernstig is, ik denk dat het meevalt. Hoe kijken wij nou anders? Nou, jullie raden het vast al. Maar zien wij nou suikerziekte als een teveel aan suiker in het bloed en te weinig insuline? Of zien wij suikerziekte als een teveel aan suiker in het bloed en te veel insuline? Nummer 2.
net. Ja, maar de hele geneeskunde zegt nummertje 1. Dus hier ga ik nou dus afwijken van de officiële geneeskunde. En ik doe dat met trots en met blijdschap. Maar dat ben ik natuurlijk niet. Want ondertussen worden heel veel mensen in Nederland op die manier behandeld. Ze krijgen insuline bijgespoten. Er komt steeds wat bij. Waardoor je eigenlijk steeds slechter in je celverbranding komt. Dus neem nou voor mij aan dat dat nieuwe project wat nu loopt van Hanno Peil, Keer Diabetes Om, dat is hierop gericht. Die zegt, er is te veel insuline. We doen het met z'n allen in Nederland niet goed. We moeten het anders gaan aanpakken. Eigenlijk gebeurt er nu dit. De cel zit al helemaal vol met suiker. En de insuline die wordt bijgespoten. En die suiker die wordt die cel ingeduwd. En dat is nou precies waar we het net over hadden met die kanker. Die kanker die hield zo van die suiker. En vooral als die suiker lekker geen ruimte kreeg met zuurstof. Dus wij zijn met ons eigen eetgedrag, ons eigen levenspatroon, zijn wij dit aan het doen. En dat is nou juist door die zieke cellen zo lekker vinden. En mijn voorstel is, zouden we dat misschien niet beter kunnen omdraaien? Te veel insuline maakt ziek. En wij hebben met z'n allen te veel insuline in ons lijf. Dus dat we een keer ziek worden, dan is dat niet zomaar omdat we nooit wat gehad hebben. Dan is dat omdat zich dat al in de afgelopen 20 jaar aan het opbouwen is. Dit is toch weer even voor jou, voor achterin. Dezelfde manier om het immuunsysteem actief te maken gaat met cortisol en adrenaline. Ook dat maakt het immuunsysteem actief. Maar daar ga ik het verder niet over hebben, maar het is ongelooflijk belangrijk. Eigenlijk wordt heel vaak gezegd dat dit misschien nog wel belangrijker is dan de voeding. Maar bij mij was de voeding een punt, dus ik heb op de voeding gericht. Maar dit moeten we niet onderschatten. Insuline en cortisol brengen de boel op hol. Nou, rijmt, kan je lekker onthouden. Resultaat, laaggradige ontsteking, immuunsysteem eist energie ten koste van de hersenen en het metabolisch systeem. En jullie hebben het net ook gezien, MS, dementie, Alzheimer, allemaal verhalen in de hersenen waarvan eigenlijk niemand weet dat dat echt iets te maken heeft met onze leefstijl. Dus wat willen we? We willen terug uit de suikerverbranding en we willen naar de vetverbranding toe. En dan heb ik hier de suikerverbranding voor jullie. Kijk eens, dit is papier en er komt weinig zuurstof bij. En we eten nog steeds meer suikers, hè, want we zijn er dol op. We nemen nog een keer dat extra koekje en we gaan nog een keer lekker. En er komt steeds minder zuurstof bij. Maar die suiker, ja, die brandt op zich eigenlijk heel erg makkelijk. Maar ik doe er nog meer en het wordt steeds benauwder. Het wordt steeds slechter. Dit heb ik zelf verzonnen, dit is even om het uit te beelden. Mogen jullie straks zeggen of het helpt. Maar eigenlijk verbranden die papiertjes heel erg makkelijk. En dat blok hout, dat is mijn symbool voor het vet. En om zo'n blok hout aan het branden te krijgen, daar weet je, daar heb je veel zuurstof voor nodig. Daar zitten we allemaal met onze blaasbalk. En wij zitten allemaal in die suikerverbranding, want we gaan elke 2 uur pakken we wat. En huppakee, dan fikt het weer even. En dan is het weer op en huppakee, we eten weer wat. En we zitten maar in die suikerverbranding. En als je steeds elke keer wat eet, dan gaat het niet meer lukken om daar te komen. Dus de meeste mensen onder ons... Nou, ik kan de vraag stellen. Wie van jullie kan nog een dagje zonder eten, zonder problemen? Mag niet. Kijk, dat zijn de mensen die... Maar jij wist het ook al, hè? Ja, maar ik heb 3 weken zonder eten, dus ik wist het al. Een makkie. Ja, kijk, dat is dus hartstikke fijn. Ik kon het niet. Als ik 2 uur niet gegeten had vroeger, dan begon ik al... Dan had ik het al moeilijk. Laat staan dat ik een hele maaltijd oversloeg. Nou, dan kan ik je vertellen, dat snaaien, dat ging bij mij erg makkelijk. Zal het toch wel liggen of je de kamer zwaar werk moet doen of iets? Nou, om de vetverbranding te doen niet, maar je kunt wel... Ja, maar die of je honger krijgt of niet, dan zou je wel moeten eten. Nou... Dat is, ik vind dat een heel belangrijke vraag, maar de vraag is, maar als je nou heel veel zwaar werk doet, dan kan je toch... Nou, als je heel actief bent, ik zal het anders zeggen. Ja, je sport veel. Als je helemaal niks doet, ja. Dan verbruik je wel. Ja. Dan heb je minder nodig. Ja, nou ik zal even zeggen, ik ben een fanatieke fietser. Vroeger, als ik 2 uur gefietst had zonder eten,
Nou, dan kon ik echt van mijn graat afvallen. Nu kan ik gewoon heel de dag fietsen zonder eten. En dan praat ik echt over 100 kilometer fietsen. Hè. Praat ik niet over van hier naar de stad. Want mijn lichaam gaat nu over in de vetverbranding. Dus het is wel degelijk belangrijk, ook als je veel inspanning levert, dat je in de vetverbranding raakt. Want dan wordt het veel stabieler. Maar daar ga ik verder over vertellen. Dit was meer voor jullie om het uit te beelden. Wat gebeurt er nou? Dus dan gaan we ernaar zoeken. We gaan allemaal naar de vetverbranding. En dit is... Ik heb... Nou ben ik een van de wap af, want deze sheet hoort hier niet. Oh, ik neem even. Er tussenuit. Ja, ik ga even hier naartoe, want hier wilde ik naartoe. Ik ga beginnen bij de vetten. En de vetten, daar hebben wij allemaal een probleem mee. Wij hebben allemaal, zijn we doodgegooid met de actie let op vet. En ik kan me nog heel goed herinneren dat wij vroeger de pakjes hadden, mag ik het merk niet zeggen, pakjes hadden in papier met boter en die gebruikten we allemaal. Dat waren allemaal omega 6 vetten. En wat we met z'n allen, we aten met z'n allen te weinig vetten, we eten met z'n allen te weinig vetten, maar wat we met z'n allen veel te weinig vetten eten is de omega 3 vetten. Wie van jullie weten waar die in zitten? Nou, in de vissen. Dat weten we allemaal, vissen, schaaldieren. En omega 9, olijfolie, avocado. Maar ook in heel veel andere voeding. Maar wat we met z'n allen in Nederland te weinig eten, dat is dit. De omega 3. En waarom is dat zo belangrijk? Want we hadden het over die cel. Omdat dit omega 3 te weinig is, wordt dat celmembraan, want dit is het celmembraan, dit zijn de twee kantjes die samen de cel vormen, die wordt stijver. En daardoor is de uitwisseling van allemaal stofjes die in die cel moeten, want in die cel begint is de verbranding van de energie, hè, die wordt eigenlijk al moeilijker gemaakt. Want het kan al veel moeilijker die cel in. Als je dan ook nog weet dat belangrijke vitamines A, D, E en K juist vetten nodig hebben, dan weet je van, goh, we moeten eigenlijk beginnen bij de gezondheid van de cel. We moeten gewoon bij de basis beginnen. Hoe zorgen we dat die gezonde stofwisseling in de cel zelf optimaal wordt? En tegenwoordig is het zo in Nederland, maar ik kan net zo goed Europa zeggen, dat de verhouding, als je nu je omega 6, omega 3 ratio laat prikken, meestal tussen de 20 en de 30 staat tot 1 is. Nou, de Maasai in Afrika, die hebben 1 staat tot 1. En we zeggen in Nederland, als je 3 staat tot 1 hebt, dan heb je een goede vetzuursamenstelling. Ik was, toen ik de eerste keer prikte na Groningen, zat ik op 16 staat tot 1, terwijl ik echt dacht dat ik heel goed at. En nu ik die vetten erbij gooi, nu sta ik op 5 staat tot 1. Dus ik ben er nog niet, maar ik ben wel een stuk verbeterd. Van wat weer veel vet op je lijf organiseert. Ze zijn voedingsstofarm, dus ze zijn juist heel arm in vitamines en in mineralen. En ze zijn ontsteking bevorderend. Nou, dat weten jullie nu wat ik daarmee bedoel, want dat heb ik uitproberen te leggen. Welke kant moet ik nou op? Even kijken. De goede koolhydraten. Wat zijn de goede koolhydraten? Groente. Dat is het. Die zijn daarom verzorgend. Je hebt toch koolhydraatarm en brood, hè? Ja, maar dan zit je toch nog aan die, dat er weinig voedingsstoffen in zitten, dat ze ontstekingsbevorderend zijn, dat ze, noem maar op. En groentes, wat is de gemiddelde hoeveelheid, ik had het hier opgeschreven, even voor mezelf. Wat is de gemiddelde, hoeveel mensen, nee, ik moet anders zeggen. Wat is de gemiddelde hoeveelheid groente wat de Nederlander eet? 200 gram is wat het voedingscentrum zegt en 85% van de Nederlanders haalt de 200 gram niet. Als jij maar zo weinig groente eet, dan moet jij, want ik bedoel, je moet toch 2000 kilocalorieën per dag eten, dan moet je het ergens anders uithalen. Dus dat zit in die pasta, in dat brood, huppakee, dat schuiven we zo naar binnen. Dus die groentes, daar moeten we wat mee doen om dat meer te eten.
Ze zijn energiearm, juist heel voedingsstofrijk. En ze zijn een ontstekingsoplossend. Dan krijgen we de verkeerde vetten. Wat zijn de verkeerde vetten? Hallo. Hallo. Jij zegt, de 200 gram halen we niet eens. Maar wat moeten we wel halen? Het is die andere kijk op gezondheidszorg hè, die ik heb. Ja, toch wel ruim 750 gram, tussen 750 en een kilo. En dat is niet zo moeilijk per dag. Want als jij elke dag verse soep maakt, is dat niet moeilijk. Als jij je broccoli, en ik doe dat nooit, die sapjes, maar goed, het zijn manieren. Maar je moet eigenlijk, er heeft een mevrouw Terry Waals, die staat straks ook op mijn scherm. Die heeft dat allemaal uitgerekend met wat heb je allemaal nodig. En die zegt eigenlijk 1 diep bord met groene bladgroentes. 1 diep bord met allemaal kleuren groentes. En 1 diep bord met alle zwavelhoudende groentes. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld paddenstoelen, uien, prei. Als je dat bij elkaar eet, nou dat eet geen hond, dus dat is makkelijk. Dan voldoe je. Dus ja, en dan kan je wel zeggen, goh, dan ga ik allemaal met vitamine B-complexen of met vitamines oplossen. Maar dat werkt natuurlijk niet, want er zitten heel veel andere stofjes in. Maar dit is even de uiterste. 85% haalt nog geen 200 gram. Je zou veel meer moeten eten. En dat geeft allemaal die stress in dat lichaam van ons. En dan kunnen we best 10 jaar volhouden, 20 jaar, maar op een gegeven moment zegt het lichaam, ik heb er tabak van. Wat zijn nou die verkeerde vetten? Harde vetten. Wat zeg je? Harde vetten. Harde vetten, ja, dat zijn die transvetten, maar die zijn nog niet verboden in Nederland, maar die zitten bijvoorbeeld wel in koekjes die je in de winkel koopt. Daar zitten nog transvetten in. In Denemarken is 12 jaar geleden zijn de transvetten gewoon verboden door de wet. En in 10 jaar tijd was het aantal hart- en vaatziektes gehalveerd. Alleen door het verbieden van de transvetten. Dat bekende pakje in dat wikkeltje, dat was een transvet, maar dat is ook veranderd. Daarvoor in de plaats hebben we de gezonde, plantaardige, onverzadigde vetzuren gekregen. En laten die nou net zo slecht zijn. Dus iedereen van jullie die nog trots thuis aan het bakken is in de zonnebloemolie, in de maïsolie, noem maar op, die doet zijn eigen lichaam bepaald geen plezier. Een hele andere bekende die ook veel gegeten wordt, dat zijn de kiloknallers. De kiloknallers, daar wordt Nederland erg blij van. Elke keer als een kiloknaller komt, dan halen we of een kilo kip, of een kilo varkensvlees, of een kilo rundvlees, of een kilo gehakt. En laten dan nog alle beesten zijn die juist die verkeerde stof hebben gegeten waar veel omega 6 in zit. Dus waar staat olijfolie? Olijfolie is een omega 9 vet. En olijfolie, wil ik wel meteen even zeggen, de hout is fantastisch, maar dan moet u wel de extra virgine nemen die niet bewerkt is. Dus niet mild voor bakken en braden, want daar is al het goede uitgehaald. Die moet u niet nemen, u moet de gewone extra virgine olijfolie nemen en die moet u niet verhitten. Dus die is voor alle koude maaltijden. En roomboter, de gewone roomboter, is het allerbeste om te bakken en te braden. Vroeger in de kerk. Ik had al veel eerder. Het is dus leuk dat wij, en ik zeg het toch met hart en ziel, dat onze Hartstichting ons allemaal aanbeveelt om de vetten van een bepaald bekend merk te nemen. En ik kan jullie vertellen, moet je echt niet doen. Kom ik straks met een aantal namen van mensen die daar internationaal gezien wat meer recht van spreken hebben dan ik. En die dat ook zeggen. Dus die kunnen gewoon zeggen hoe dat heet. Want stel je voor dat dit filmpje zomaar door iemand gezien wordt en ik eigen klachten aan mijn broek heb geen zin in. Maar roomboter van grasgevoerde koeien, want de koeien die tegenwoordig ook allemaal de soja zitten te eten, daar is het product ook weer veel meer omega 6 van. Maar plantaardige olie, zonnebloemolie en olijfolie niet, want die is goed, maïsolie, doe jezelf een plezier en gebruik het nooit meer. Dat is zo ontstekingsbevorderend. En hoe komt dat?
zal ik toch even uitleggen. Ik had bedacht van tevoren dat ik het niet ging doen, maar nou wil ik het toch doen. De omega-6 vetten, die heb je nodig om, als je lichaam aangevallen wordt en een ontstekingsproces begint, is een omega-6 vet nodig om de ontsteking aan te zetten. Maar het omega-3 vet heb je nodig om de ontsteking uit te zetten. En aangezien we allemaal een verhouding 25:1 hebben, hebben dus heel veel omega-6 vetten die de ontsteking aanzetten en te weinig omega-3 vetten die de ontsteking uitzetten. En wat nog veel erger is, er zijn een aantal vitamines en mineralen die nodig zijn om in je lichaam dat omega-6 vet actief te maken. Maar dat omega-3 vet heeft precies dezelfde stofjes nodig. En die stofjes die zijn al lang al opgemaakt door die omega-6 omzetting. Dus ons lichaam gaat steeds makkelijker in die ontsteking alleen al doordat we de verkeerde vet hebben. Dus eigenlijk wordt ook vaak gezegd, als je nou die vetten al omdraait, dan doe je jezelf al een heel groot plezier, want dan ben je ontstekingsoplossend bezig. Oh. Ja, je weet het. Oh. Ja, nou ben ik. Oh ja, hier. Goed. Ik hoop dat dit verhaal voor jullie allemaal duidelijk is. En dan moet je nog met een mooie easy bruggetje voor. Vegan fish is oké. Gezadig vet kun je verhitten. En ongezadig vet niet te koud. Nou, ik zal het herhalen. Als ik hem niet goed doe, dan mag jij hem zeggen. VVV is oké. Verzadigde vetten verhitten. Onverzadigde vetten koud. Koud eten. Ja, en dat is dan dus de omega 9, de olijfolie. Goed. Ik herhaal het weer, onder andere, want we hebben natuurlijk meer. Ik herhaal het weer, het immuunsysteem bij ons allemaal is 24/7 actief. En wat eigenlijk de hersenen aan energie nodig hebben, moeten ze afstaan aan het immuunsysteem. En de stofwisseling moet dat afstaan aan het immuunsysteem. En hoe doen we dat? Hoe doet dat lijf dat? Dat doet dat lijf door middel van insulineresistentie. Want als het immuunsysteem uit zichzelf, het is net een spannend sprookje, als het immuunsysteem uit zichzelf die insulineresistentie, bepaalde organen insulineresistent maakt, dan kan het immuunsysteem lekker zorgen van, hé, daar gaan de poortjes pas open als ze meer insuline hebben en dan kan ik ondertussen alle voeding al wegjatten. Dus die insulineresistentie die we krijgen door die hoeveelheid suikers, die helpt weer het immuunsysteem om zelf die energie te pakken. Dus het is dubbel verkeerd. Insulineresistentie helpt ook nog eens een keer dat immuunsysteem om de energie te pakken. Dus we gaan na de pauze beginnen aan het grote plan. We gaan onze mond- en darmwand weer gezond maken. We gaan het immuunsysteem tot rust brengen. We gaan de weefsels weer insulinegevoelig maken. En we gaan zorgen dat de energieverdeling weer normaal wordt. En dat doen we allemaal door uit de suikerverbranding in de vetverbranding te komen. Dat gaan we straks doen. Maar daarvoor wil ik jullie allemaal vragen om een app te downloaden. Want de app gaat ons daarbij helpen. En dit was een workshop wat we nu gaan doen. En de eerste vraag van de workshop is, wie van jullie gebruikt er elke dag na zijn maaltijd een tandenstoker? Nou, vaak wel. Ja, van jou had ik het verwacht, Bart, maar van de rest. En waarom doen we dat? Want die laaggradige ontsteking van dat darmslijmvlies, dat begint in je mond. Want in je mond begint het, hè. In je mond heb je al. En wie van jullie heeft er wel eens een tandvleesbloeding als hij bij de tandarts zit of als hij zijn tanden poetst? Nou, niet meer. Niet meer, heel fijn. Nou, de beste manier om dat te voorkomen is je tanden natuurlijk goed poetsen, maar vooral ook met een tandenstoker na elke maaltijd het goed schoon te maken, zodat je geen bloedend tandvlees meer hebt, nooit en te nimmer. Want dat is het beste voorbeeld wat ik jullie kan geven, dat de bacteriën van het eten direct in contact staan met het bloed. He, want je hebt bloedend tandvlees en zo makkelijk gaat dat dus. Zo krijg je al die overdracht van die bacterie naar je bloed. Dus als je nou eens begint met je mond goed schoon te maken en te zorgen dat je geen bloedend tandvlees meer hebt,
en dat de tandarts je een compliment geeft en de mondhygiëniste zegt, goh, je hoeft maar zo over een jaar terug te komen, dan heb je dat geregeld. Dat is dan plan, deel 1 van ons plan. Maar ja, het is jammer dat we niet met een ragertje door ons hele dag maag-darmkanaal kunnen. Dat doen we niet allemaal, hè? Want dan was het opgelost. Dat lukt niet. Goed. Ik heb net ook gezegd, helemaal aan het begin, dat het niet alleen om voeding gaat, maar ook over leefstijl. En daar ga ik het in het tweede deel ook over hebben. Dus het is niet alleen de voeding. We gaan het ook hebben over een aantal andere aspecten die ontzettend belangrijk zijn om in die vetverbranding te komen, om dat zuurstof erbij te krijgen. Want eigenlijk willen we willen met het eten wat we nu gaan doen, hier, het is ook maar uit eigen tuin, willen we langzamerhand willen we die suikerverbranding omzetten in die vetverbranding en willen we dit een beetje minder gaan maken. We willen dat er meer zuurstof bij komt en dat het allemaal toch zo dicht bij elkaar komt. En het allermooiste is dat we straks een stofwisseling hebben, dat we als we even hard weg moeten rennen voor de leeuw, dat we onze suikers gebruiken. Maar als we gewoon de hele dag bezig zijn met gewone dingen, dat we in de vetverbranding zitten. Dus we willen een flexibele stofwisseling. Die suikerverbranding is nodig. Als je even, hè, je ziet een kind richting een straat oversteken en er komt een auto aan, dan wil je patsboom daar naartoe. Dat is energie uit je suiker. Maar je zit, ik wou zeggen de hele dag achter de computer, maar dat moet je maar niet doen. Je bent aan het wandelen en dan zit je in je hout of in je vetverbranding. En tussendoor heb je wat nodig om over te steken. Dus daar gaan we. En daar hebben we onze app voor. Want in de app gaan er nu een paar mensen die gaan uitzoeken in de app wat vetrijk eten is. En we moeten 2000 kilocalorieën eten per dag. Even kijken. Kilocalorieën. 2000 calorieën. want we willen naar die goede vetten, hè? We willen die flexibiliteit van de cel, we willen die anti-ontstekingseffecten. En de grote boodschap van de app is, er is dus een heel makkelijk middel, want je hebt andere apps, je hebt heel veel voedingsapps, die jou kunnen helpen om voedingsmiddelen uit te kiezen, die jou aangeven precies van, hé, nou heb je al zoveel vetten. Hé, dat is goed. En je hebt, ik geloof in de consumentengids stond het laatste verhaaltje en er stonden er geloof ik al 12, dus je hebt er heel veel, maar ik gebruik deze. En waarom vind ik het zo handig dat jullie deze kennen? Dat is dat ik vroeger in al mijn pogingen om weer met eten in goede maatjes te worden, één ding had ik aan de schurf aan, dat was het meten, het opzoeken in die boekjes. Dan kon je wat, hoeveel vet zit in bonen. Hoeveel. En hier heb je een app en je vult het maar in en huppakee, je hebt het. En je krijgt, als je dat in de dag invult, krijg je gewoon op het eind van de dag krijg je te zien, hé, ik heb te veel vetten of te weinig vetten of hé, ik heb te veel koolhydraten. En dat doet dat ene appje voor jou. Dus ik wil nou doorgaan naar het volgende onderwerp, maar de boodschap is hoop ik duidelijk. Als je er een keer de tijd voor neemt en je gaat er wat werk van maken, dan is dit appje mijn hulpmiddel geweest om in de vetverbranding te komen. En dat zou mij zonder dit appje niet gelukt zijn. Met alle mooie sites waar ik straks naar verwijs, want ik ben te ongeduldig. Ik wil niet steeds van alles nog wat gaan berekenen en doen. Ik wil dat gewoon patsvlats doen. Ik heb het 2 weken gedaan en die hele app heb ik alweer van mijn telefoon afgegooid. Want ik snap het nu en nu werkt het wel. He, dus het gaat er eigenlijk om, je wilt omdat je anders gaat eten, wil je daar even steun bij. En dat ding helpt, heeft mij zo goed geholpen dat ik het jullie ook gun. Maar als je zegt, nou, ik wil het heel anders doen, prima. Ik kan hem aanbevelen. Maar goed, we willen dus die zuurstof hebben en we willen naar die vetverbranding. En we hebben nu de goede maaltijden, want dat hebben we allemaal uitgezocht. Maar we zijn er nog niet. In de wereld is er een movement, een beweging over 2 dingen en dat is over het ketogene eten en over het intermittent fasten. Dat is waar iedereen het over heeft. En omdat jullie mijn uitleg hebben gehoord waarom vetten zo belangrijk zijn, waarom die celstofwisseling zuurstof nodig heeft, is het fijn dat jullie deze begrippen kennen, want ook daarvoor verwijs ik naar internet waar daar heel veel uitleg over gegeven wordt.
Maar schrik niet, ketogeen eten is als je van je 2000 calorieën 70% vetten eet. Dan komt je lichaam in ketose. Zo heet dat. En dan zijn lichaamsvetten en het vet uit je eten wordt dan omgezet in ketonen. En dan zit je in de vetverbranding. Nou, ik kan je vertellen, ik kom regelmatig in ketose. Dus niet dat ik dan in één keer ga zweven. Maar dat is een heel apart gevoel als je in ketose bent. Want dan gebeurt er van alles in je lijf. En dokter Seyfried, een van de grote aanhangers van in ketose komen, die zegt van ja, maar doe dat wel echt met verstand. Want er gebeurt dan van alles in je lijf, je hele mineralenhuishouding verschuift. Dus je kunt het ook wat langzamer doen. Dus je kunt het ook met even een beetje meer vetten, maar nog niet alleen maar daar zitten. Dus even een beetje meer. Ik adviseer dat. Ik ben 2 maanden bezig geweest om uiteindelijk in ketose te komen. Een gezond iemand, mijn kinderen bijvoorbeeld, die zouden zo kunnen zeggen van nou, ik eet 2 dagen niet en huppakee, ik kom in de vetverbranding. Maar voor mij lukte dat niet. En ik denk de meeste niet. Dus daarom zeg ik ook, ketose is een vetverbrandingsstatus die je eigenlijk maar tijdelijk moet doen. Maar er zijn dus heel veel mensen die dat hun hele leven voortaan gaan doen. Maar ik vind dat niet zo fijn. Maar het is wel een hele goede aanloop om je lichaam uit die suikerverbranding een keer te krijgen. Om je lichaam dat weer te leren. Want het lichaam moet dat echt weer leren. We hebben dat afgeleerd. En, ja. Wat waren jouw klachten dan van ketose zijn? Dan mijn mineralen, dus krampen in mijn kuiten, magnesium, hoofdpijn, je zout, dus het is eigenlijk je kalium-natriumverhouding en je magnesium-calciumverhouding. Die verandert totaal als je van... Dat is eigenlijk altijd, hè? Als je aan het lijden gaat de eerste 2 dagen, dan moet je altijd een beetje... Deze mevrouw zegt hier van, ja, dat is herkenbaar. Dat is zo, maar ik praat hier wel tegen een groep mensen die, veel hiervan hebben kanker of kanker gehad of zijn in dat proces bezig. En dan zeg ik, doe het voorzichtig aan. Tegen mijn dochter zeg ik, nou ga je hem even 2 dagen niet eten en het lukt wel. Maar dat zijn andere mensen, hè. Je moet wel weten waar je mee bezig bent. Het mooie is dat hersenen juist fantastisch functioneren op ketonen. En de literatuur zegt, juist mensen met kanker, juist mensen met Alzheimer, is dit de beste stofwisseling om in te zitten. Maar mensen die vanuit hun suikerziekte of vanuit hun, nou weet ik wat, je hebt wat aan je longen, je hebt wat overgewicht, ja dan is het wel heel heftig om dat te gaan doen. En er wordt ook gezegd, als je in ketose wilt raken, denk daar heel goed over na, studeer goed om de verschijnselen te begrijpen. Maar het wordt wel echt aanbevolen. En er zijn hele boeken vol over geschreven. En ook die literatuur die zet ik op het eind. Of die schrijvers. Bij mensen juist met kanker. Dus ik dacht, ik ga het toch vertellen. Maar erin komen, in ketose komen. Dat moet je een beetje voorzichtig doen. Oh, dit was de opdracht. Nou, die hebben we gedaan. Intermittent fasten. Dat is... zegt de literatuur eigenlijk op dit moment de beste methode om je lijf langzamerhand in die vetverbranding te krijgen. Want, wat is het geval? Omdat we met z'n allen zo vaak iets eten, zijn we steeds in die suikerverbranding en dat papier is op aan het raken, of die suiker is op aan het raken en we gaan alweer wat eten. We ontbijten om 8 uur en om 10 uur pakken we weer wat en om 12 uur pakken we weer wat. Dan zijn die suikers nog niet op. En kan je lichaam niet in de vetverbranding. En als je suikers wel opraken, dan heb je in ieder geval het lichaam al richting die vetverbranding gedwongen. Maar dan zit er nog een hele hoop opgeslagen suiker in je lever en dat heet glycogeen. En alles bij elkaar om je lichaam suikervrij te maken, er zit natuurlijk altijd wat suikers in je bloed, anders gaat het niet goed. Moet je eigenlijk 14 tot 16 uur per dag niet eten en dat lijkt heel veel. Maar als jij s'avonds om 7 uur stopt met eten, tel 14 uur verder, dan heb je al 14 tot 16 uur niet gegeten. En zit jouw lichaam al automatisch een beetje in die vetverbranding. Dus je kunt het heel moeilijk doen, maar je kunt het ook makkelijk doen. En dit is de allerbeste aanbeveling voor mensen om hun lichaam weer in de vetverbranding te laten komen.
Jij wou het zeggen. Gaat het alleen voor eten of drinken ook? Alleen water, koffie en thee mag je dan doordrinken. Ja. Maar als jij s'avonds om 7 uur maaltijd hebt, ik ontbijt dus nooit meer. Ik ontbijt nooit meer. Ik ben hier helemaal aan gewend. Dat is wel grappig, want ik ben iemand die s'avonds laat nog wat wilde en 's ochtends opstond om te gaan eten. En dit is voor mij geen enkel punt meer. Dus als ik om 7 uur gegeten heb, dan eet ik niet voor 12 uur. De volgende dag. Maar als je nou, dat vind ik wel een goeie, maar als je s'morgens niet eet en je laat 100 kilometer fietsen. Ja. Dan val je naar 60 kilometer van je fiets. Ik niet, want ik zit in de vetverbranding. Ja, ik ga door. Maar niet als ik heel hard ga fietsen, want dan heb ik weer suikers. Ja, dan fiets je ook niet. Mijn gemiddelde is 90 kilometer per uur. Ik fiets het nog 100 kilometer. Wat heel vaak wordt aanbevolen aan mensen die ziek zijn en sneller in de vetverbranding moeten komen, ga eens 24 uur niet eten. Dat vind ik al moeilijker. Of ga 500 calorieën op dinsdag en op donderdag eten en de rest gewoon. Maar waar het natuurlijk eigenlijk om draait is, neem geen tussendoortjes. Want elk tussendoortje, zelfs al is het een appel, dan zet je weer die alvleesklier aan, dan wordt er weer insuline aangemaakt en dan zit je weer in die suikerverbranding. Dus het grote advies op etensgebied is, sla het eten een stukje over. Jason Fung, een bekende nefroloog die hier heel veel filmpjes over maakt, noem maar op, die zegt, weet je wat nou het makkelijke is? Intermittent fasten, het kost niks. Dus al die mensen die zeggen, ja, maar dat dieet is duur, het kost niks. Je hebt er geen tijd voor. Hoezo heb je geen tijd voor niet eten? ik vind het moeilijk om recepten te maken. Nou, niet eten, dus dat is ook weer makkelijk. Oftewel, het een maaltijd overslaan, heeft niemand een argument voor om dat niet te doen. Behalve als je nog zo in de suikerverbranding zit, dat je zegt van, ik ga snaaien. En dus je moet je uurtjes, wat je niet eet, dat moet je een beetje voorzichtig aanpakken, maar kan je vertellen, dat gaat dus heel snel. Dat lukte me in een week. In een week tijd zat ik al op die 14 uur, zonder problemen. En als ik op cursus ben of, ik ben ergens naartoe. Vroeger als ik met de trein ging, had ik altijd wat eten bij me, wat te drinken, wat ook. Stel je voor dat. En nu stap ik in de trein, ik kom oorspronkelijk uit Noord-Holland. Ik denk er niet eens aan dat ik eten nodig heb, want ik ga automatisch in mijn vetverbranding. Dit is een van de makkelijkste tips en een van de belangrijkste tips om je lichaam in niet in ketose, maar wel in de vetverbranding te krijgen. En uiteindelijk moet je dus streven, niet naar wat overal gezegd wordt. Pak elke 2 uur wat te eten, want dan blijft je glucose lekker gelijk. Ja, dat is leuk, maar dan blijft ook je insuline lekker hoog. En je moet juist die insuline omlaag krijgen. Want die insuline, die zorgt ook voor die ongelijke energieverdeling. Dus als jij om 12 uur gaat lunchen en je eet om 6 uur, eet je 2 keer 1000 calorieën. Dus dan kan je er lekker tegenaan, ben ik dol op, lekkere grote maaltijd. En dan heb je maar 2 keer gegeten. En dan heeft jouw lichaam, jouw alvleesklier, jouw lever, heeft het allemaal een stuk rustiger. En het kan allemaal weer tot rust komen. Dat moet dan wel een flinke maaltijd. Dat moet je, want je moet 2000 kilocalorieën eten. 2000 calorieën, dus als je maar 2 keer eet, is 2 keer 1000 calorieën. Dus dan ga je er eens tegenaan. En daar ben ik dol op. Dus ik ben daar goed. Ja? Dan gaan we voor intermittent fasting. Het wordt ook in het Nederlands eigenlijk alleen maar in het Engels gezegd. Dus op Nederlandse sites hebben ze het altijd over intermittent fasting. We zijn hier in Nederland. Intermittent bewegen. Nou, jullie snappen natuurlijk, als jij 's ochtends bent opgestaan en je gaat dan ook nog even wandelen, dan ben je dat glycogeen, je bent dan die resterende suikers aan het opmaken. Dus doe jezelf een lol als je zegt, ik ga meer bewegen. Doe het dan vooral nuchter. Want dan trek je die suikers weer uit die lever en kom je in die vetverbranding. En dan bedoel ik niet dat je heel erg hard gaat rennen. Als je bezig bent aan het overgaan naar de vetverbranding. Nee, ga gewoon gezellig wandelen.
dat is een hele effectieve manier om in die vetverbranding te komen. Wat ook heel erg belangrijk is, want dan praten we ook weer over die zuurstof, is ik kan het haast niet aanzien dat we hier de hele avond hebben gezeten. Want wij zijn kampioen zitten. Nederland is in Europa het derde land met het meeste zitten. En eigenlijk, bij mij in de opleiding, moeten we elk uur moeten we een minuut, twee minuten, moeten we een keer gaan, moeten we zo, eventjes. En dan, huppakee, komt het er weer doorheen. Dus dat zitten en dat niet bewegen, dat helpt niet met die zuurstof hier krijgen. Dat helpt niet met die vetverbranding. Dus je moet wat doen om er weer meer lucht bij te krijgen, meer zuurstof. En wat heel belangrijk is, voor vrouwen met name, vroeger in de tijd dat we allemaal nog in de oertijd, zal ik maar zeggen, droegen de vrouwen de kinderen, ze droegen het eten, ze waren aan het verzamelen. En wij waren veel meer met onze armen bezig dan nu. En juist in deze spieren zitten heel veel van die energiefabriekjes die voor je stofwisseling zorgen. En dat zie je nou op alle sportscholen, zie je een benadrukken van krachtsporten voor vrouwen. En dat is daarom. Vrouwen, vooral met grijze haren, doen zichzelf het grootste plezier door twee keer per week krachtsport te doen. Dus spieren zijn belangrijk, bovenarmspieren zijn heel erg belangrijk omdat ze zo verwaarloosd worden. Dus ik zie jou straks op de sportschool. He? Nee, juist niet. Ik heb thuis. Oh, thuis, ook goed, prima. En begin dan heel simpel. Begin heel simpel, gewoon zo tegen de muur zo wat drukken. Met twee pakken suiker. Met twee pakken suiker, begin zo. Nee, geen suiker. Nee. Oh. Oké, intermittent temperatuur. Vroeger hadden we geen verwarming en hadden geen airco. Onze lijven zijn veel te weinig flexibel geworden. En geef dat lijf nou eens een keer wat kou. Zet er nou eens een keer een koude douche op. Nou, ik douche tegenwoordig altijd koud na. Ik vind het te koud om mijn haar te wassen met shampoo onder een koude douche. Maar ik douche tegenwoordig altijd koud na. Ik kan jullie vertellen, ik ben begonnen met meteen onder koud water, want ik vond het verschrikkelijk. En nu vind ik het heerlijk, dus het kan. Helemaal. Huppakee, koude douche. En wat gebeurt er ook? Het geeft je hele lijf een kick. Het is alle aanbevelingen die ik hier vanavond doe, ik weet niet of jullie het merken, die kosten allemaal niks. En dat is natuurlijk voor de voedingsindustrie en voor de hele levensmiddelenindustrie niet zo handig. Want als je nou jezelf gezond kan maken met iets wat niks kost, ja, dat is natuurlijk een beetje vervelend. Maar doe het, experimenteer mee. De sauna klinkt leuk, maar niet iedereen heeft een sauna in huis. En dat kost ook weer veel geld, terwijl koud nadouchen kost niks. En een bad. Koud bad is fantastisch, want dat is veel erger. Ik vind dat veel erger. En nou krijgen we er nog eentje. Nog eentje om die zuurstoftoediening in je lijf te verbeteren. En dat is vooral eigenlijk voor mensen die niet zo mobiel zijn, omdat ze aan de chemo zitten of omdat ze weet ik wat hebben. Hoe kan je nou zittend in je stoel toch zorgen voor een betere zuurstofvoorziening in je cellen? En dat is met het beroemde zakje. Ik weet niet of er mensen zijn van jullie, onder jullie die wel eens hyperventileren hebben gedaan en die een zakje hebben gebruikt. Als jij in zo'n zakje gaat blazen, zo, en je doet dat een minuut lang, wat gebeurt er dan? Dan verzuurt je bloed en gaan de cellen, de weefsels, gaan extra, dat is een soort samenwerking, hè, hoe heet het ook weer, osmose. En die gaan dan zorgen dat er cellen, dat het in je cellen trekt en krijg je lichaam de behoefte om meer HB te maken, meer rode bloedlichaampjes. En rode bloedlichaampjes vervoeren
zuurstof. Je kunt ook hypoxie doen, dan ga je heel veel blazen. En uiteindelijk je adem inhouden een minuut. En uiteindelijk 2 minuten. Maar alles is bedoeld om dat lichaam een dot te geven om meer HB te maken. En daardoor meer zuurstof naar je weefsels. Dus er is heel erg veel over nagedacht over hoe kunnen we dat lichaam helpen om weer in die vetverbranding te komen. En er is de kankertherapie met ketogeen eten en zuurstof in Amerika. Die legt de mensen dan ook in de hyperbare zuurstof. Het is een woordenlezing. Nou, oké. Dat is dus een bekende therapie, maar ik zeg het kan ook gratis. Gewoon zo. Intermittent voedsel. De gemiddelde Nederlander eet ongeveer 20 tot 25 verschillende voedingsmiddelen. Als je aan een klant vraagt van, goh, wat eet jij zoal? Dan zegt hij, nou, maandags eten we kip met boontjes en dinsdags eten we bloemkool met een gehaktbal en woensdag eten we dat. En dan kom je echt niet boven die 25 uit. Terwijl al die verschillende fytonutriënten en vitamines en mineralen, daar heb je juist, als je dat uit je voeding wil halen, heb je van het een nodig, van het andere nodig. Dus probeer eens, doe jezelf een lol. En probeer nou eens elke week 1 of 2 voedingsmiddelen toe te voegen die je eigenlijk nooit eet. Dus verander nou eens van de L-staat naar de breedbeelden. Doe dat nou eens. Doe nou eens maar. Verander van de spinazie, doe er ook een keer andijvie bij. Dit zijn de makkelijke, maar je kunt het steeds meer uitbreiden. En eigenlijk is, als je over een week tijd kijkt, als je 75 tot 100 verschillende voedingsmiddelen eet, dus ook heel veel kruiden, dan voorzie je je lichaam van veel grotere variatie. Over welke tijdstermijn heb je dan? Ik zeg over een week. Als je dat doet. Dus dat is ook verandering van gedrag. Wij hebben een mevrouw, Machteld Huber, in Nederland. Die is 5 jaar geleden gepromoveerd. Een arts op wat volgens haar gezondheid betekent. Want iemand die 80 jaar is en zich nog goed kan redden, maar ja, verder niet de 100 meter kan rennen, is die gezond? Ja, die is gezond. Dus zij heeft met allerlei onderzoek, uiteindelijk is zij gekomen tot een nieuwe definitie voor wat gezond is. En haar definitie is overgenomen door de WHO. Dus dit is een internationaal geldige definitie. Gezondheid is de mogelijkheid om jezelf aan te passen en weerbaar te zijn tegen sociale, fysieke en emotionele factoren, uitdagingen. En dat betekent dat als je jezelf weerbaar maakt van de suiker in de vetverbranding en andersom. En je maakt je lichaam weerbaar met kou en warmte. En je maakt je lichaam weerbaar met verschillende soorten bewegen. Dan ga je voldoen aan de WHO-definitie, maar vooral dan voel je jezelf zo lekker. En dat gun ik jullie allemaal. Dat was het. Nou. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar Asim Malhotra heeft samen met Hanno Peil 2 maanden geleden een lezing gegeven voor het Europese parlement. En mijn opleiders zijn Frits Muskiet en Leo Pruimboom.